vlees? Vlees? Veggie. Of wereldkeuken. Volg gewoon je eigen goesting. Want onze Njamchefs tonen je hier de weg naar snel, makkelijk en lekker koken. Vandaag maken we een Noordzee-vissoepje. Zo, soep, eten, bouillabaisachtig. Maar alles uit de Noordzee. Met lekkere tomaatjes van bij ons, wat vis, groentjes en lekkere vis. Hè. Wat heb ik mee? Een grietbot. Niks dat beter is dan een schoon grietje. Hé, hou van mij toch. Wat ga ik doen? Ik ga die fileren. Ik ga die afval van die vis gebruiken voor mijn saus. Zit daar een middengraad in. Jullie gaan natuurlijk naar de viswinkel en je vraagt dat die meneer dat fileert. En je vraagt er wat de afval bij. Moet ook kunnen, hè. Voilà. Moet natuurlijk Hans die vis niet hebben, hè. Maar zo hadden jullie toch een keer een hele vis gezien in beeld. Hè? Ik zie dat iedere dag, maar jullie niet. Hè? Zo, we zijn er al. Wat is het verschil met een tarbot, chef? Want dat is ook een beenvis. Hè? Dat gelijkt eigenlijk op een tarbot. Qua structuur zijn veel mensen die dat niet gaan... Een grietbot gaat ten eerste al niet zo groot zijn. Een tarbot kan veel groter worden. Hij is iets ovaler van vorm. En van smaak? Iets minder vettig. Een goed griet is minder vettig. Hé? Wat wil dat eigenlijk zeggen, een grietje? Noemde jij geen griet? Zo, de zeevin en doek eraf. Ik ga dat gebruiken voor mijn bouillon. Voilà. Hoe kun je zien dat dat vers is? Dat dat mooi blinkt. De kiemen rood. Kijk, maar ben er al, hè. Zo kan ik beginnen aan mijn vissoep. Dus als je gisteren bijvoorbeeld vis gegeten hebt, spaar je een afval. We gaan er een soepje mee maken. Voilà. Wat in stukjes gedaan, dat rapper gaat. In mijn pot. Beetje olie. En dan zijn we vertrokken. Hè. Voilà. Goed. Onze vis erin. De afval, hè. Afval van de vis erin. Ik ga er hier nog hebben. Voilà. Dus het vel gaat dat hier vel er ook af, bij. Ja. Hup. Vel haal ik eraf. Waarom gebruik je soms het vel van een vis en de waarom ene, niet? De ene bak beter op vel. Geeft meer smaak. Hier nu niet speciaal. Dat gaat niet veel smaak geven aan je vis zelf, dat bak. Ik ga de eerste keer heel mijn vis mijn weg doen. Hè. Dat die weer proper is. Dat ik geen reclamaties krijg. Dat de helft van mijn griet nog op mijn plank ligt. Voilà. Schubbekjes weg, alles weg. Kan ik er zo in gebruiken. Komt dat wel los. En nu gaan we daar de groentjes bij doen. Hè. Dus wat shallot. Dat mag tamelijk grof zijn ook, hè. Dat moet niet. We gaan daar wat tomaatjes bij doen. Vleestomaatjes van bij ons. Lekker. Ik moet mijn vuur een klein beetje verminderen. Dat die niet. De soep is aangebrand straks. Shallotjes erbij. De tomaatjes, dat mag gewoon grof gesneden zijn. Vleestomaatjes, ideaal daarvoor. Een keer hier. Zo zonde, hè? Jullie pezen toch?
Klein beetje look. Voilà, verse look. Ik ben er bijna, hè. Wat zelder. En mijn tomaatjes. Heel veel smaak steek in je soep. Lekkere vleestomaat. En dat is een bouillonchef die voor andere gerechtjes ook nog, kunt nog zou voor, kunnen dienen. Je kunt mee maken, je kunt daar een basissaus mee maken. Vis uit een barbecue met zo'n soepje erbij. Hé? Zal wel. We kunnen nog 3 uur verder doen, hè, zo. Nog een beetje zelder, hè. Een beetje zelder is altijd goed, hè. Een beetje tijm. We zijn aan het puzzelen, hè. Een beetje tijm erin. Nog wat zelder. Dus dat steekt niet zo nauw, hè. De wortel, niet geschild. Gewoon gewassen. Beetje piment. Voilà. Blussen met een beetje witte wijn. Mag daar wel wat in, hè? Voilà. En dan een keer los. Die tomaten gaan natuurlijk ook hun vocht geven, hè. Ik ga daar geen water in doen. Nog wat witte wijn. Voilà. Waarom zou je daar anders wel water bij doen? Water heeft geen smaak, hè. Gelukkig niet, hè. Hè? Wist je dat al? Dat is voor de vissen, zeggen ze, toch? Ja. Sterranijs. 1, 2, stop. Heb je dat nu niet? Doe er een geurtje ricard in. Hè? Een beetje piment. Moet er wat pit in zitten. Van mij toch. Voilà, we zijn er. Goed. Dus dat is uw basis voor uw vissoepje? Dat is mijn basisbouillon voor mijn vissoepje. Dan nadien op het einde ga ik dan nog een klein beetje Madeira ook in doen. Dan geeft dat zo een ander smaakje. En nu ga ik wat groentjes snijden. Moet er wat groenten bij. Dat is een winkel. Ja, Venkel. Een kleintje, goed bezig. Hè? Jij ook, zijn chef. Ze zijn echt goed bezig. Is dat wat grover gesneden, dan is dat grover gesneden. Moet niet moeilijk maken. Hè. Moet gewoon vers zijn. Vers, leute, gezellig. Gourget, gebruik altijd de buitenkant. De binnenkant is... meliger, meliger als een loemper. Hè? Dat is dialect, hè? Loemp. Dat is geen West-Vlaams. Het is keer iets anders. Zo, een beetje groene gozet erbij. Als de vissoep gemaakt, denk ik altijd op het zuiden. Vis van bij ons, met tomaatjes van bij ons. Kijk, en dan pruttel die fantastisch. Met een zuiders drankje dan, hè, Madeira? Laat ik je witte wijn, hè. Simpel, maar goed. Nee? Steek nu die wortel in mijn mond, hè. Zot, hè. Hoe kleiner dat mijn groente... Mijn groentjes snij, hoe minder lang dat duurde straks voordat het klaar is. En het is de bedoeling, vers eten maken, dat dat niet zo lang duurt. Hoeveel kookplezier hebben de mensen aan dit gerechtje? Hoe lang zouden we daar heel mee bezig zijn? Heel veel, en achteraf ook. Een half uurtje, 20 minuten? Ik denk dat je dat thuis kunt doen in een half uur. Oké. De mama's kunnen veel, hè? En de papa's ook. Moet je ze niet vergeten, hè? Of kan je er om mijn voeten krijgen. Ik ga mijn pan opzetten. Klein beetje olie in doen.
Voilà. We kunnen ons visje bakken. Mosseltjes. Dus wat heb ik nog? Mijn groentjes. Ben ik bijna niks vergeten. Als ik niks vergeten ben. Ah, tomaatje erbij. Hey. Trost tomaatje, altijd lekker. Zomers. Die zijn gewoon zo simpel. Ovaler, hè? Dat is zo'n mini-pruimtomaatje precies. Mini-pruimtomaat. Dat moest heel niet gezegd hebben tegen mij. Zo'n mooi woord. Toch? Een mini-pruimtomaat. Ja. Gewoon in stukjes gesneden. Juist, het is een soep, hè. Dat moet je niet... Het belangrijkste is verse groenten, verse vis. Het is niks dat beter is. Kijk, dat pruttelt die fantastisch. Mijn vuur wat verminderen. Een visgebak. Pannenken is nog niet warm. Wat hebben we het nog mee? Inktvis. Inktvis uit de Noordzee. We hebben, denk ik, 40 soorten inktvis. Zo kun je bijna naar Spanje gaat, dat de inktvis eet de gevangenis in België. Dat inktvis vers is, is dat heel lekker. En zeker niet taai. Ik wil dat er ook bij zijn. Maar wat doe ik? Dus ik heb die mooi gewassen. Die is heel gekuist. En dan ga ik die met mijn mes zo kadreren, noemen ze dat. Zo. Dat is niet helemaal doorsnijden, hè? Nee. Kijk, en we gaan dat gewoon... Zodanig is dat de structuur van uw inktvis. Voilà. En dan gaat dat zeker boterzacht zijn. Er zit daar heel veel smaak in. Kijk, ik krijg weer al het water in mijn mond als ik daar aan denk ben. Dat is het plezier van koken. Zo, inktvis heb ik ook al. Een langoustientje. Alles en meer moet dat niet zijn. Mijn vis. Mijn keuken is zodanig groot vind dat ik het niet meer terug vind. Visje gewoon bakken. Inktvis. Dan gaan we wat krullen. En een langoustientje erbij. Niks dat beter is over langoustien. Uit de Noordzee. Die hambas en die scampi's en al, dat kan dat niet aan tikken. We zijn beter. Peper en zout. Niet vergeten. Voilà. En peper ook. Fantastisch is, hè? En gewoon op zijn gemak laten bakken. Op het einde gaan we daar straks wat mosseltjes bij doen. Geen stress. En waarom bakt je die dan eerst aan, chef? Waarom bakt je die eerst aan, die vis? Ik vind vis heel lekker dat dat gebakken is. Dat gaat er zo meer smaak geven. Want het zou ook kunnen garen in het soepje zelf misschien. Je zou het kunnen garen in het soepje zelf. Dan heb je een pan minder afwas. Voilà. Alles in één. Hè? Zo kijk, mijn groentjes en hun werk gedaan. En nu ga ik dat mixen. Als dat hier lukt, gaat dat fantastisch zijn. Komt allemaal goed. He? Nooit geen stress, kalm blijven. Dus die afval van die vis, die groentjes, witte wijn, tomaatjes. Kijk naar mijn vis. De vis is aangebrand, kijk, en gewoon draaien ze. Kijk, hier is ze. Hey. Mijn langoustien, dat draait nooit.
Waarom niet? Het is een gewoonte. Die moet bakken aan één kant en dan gaat de bovenkant gaat dat zien, dan gaat zo nog mooi nest zijn. Dat is de bedoeling, hè? Als je dat omdraait, is dat weer heel anders. Het is genoeg, hè? Hey. Voilà. Ik ga dat door een zeef duwen. Als ik nu nog een pollepel vind, gaat dat fantastisch zijn. Nee, dus. À la guerre comme à la mer. Kun je er een gaan zoeken, hè, voor u? Ik ga wel een oplossing zoeken. Er staan ook wel lepels in het kommetje hier, hè? Moet dat heel ons leven doen. Hé, dat komt wel goed. Ik ga het eerst zo proberen. Dat gaat minder vlug natuurlijk, hè. Zo met een klein pollepelje gaat dat beter. Kijk, hé. Ça va, hè. Dat gaat een smaakbommetje zijn, hè, chef? Ja. We gaan er nu nog één keer opzetten, hè, met die groentjes daarbij. Die mosseltjes daarin. Die mosseltjes gaan ook nog hun jus afgeven. Hier moet ik er goed op duwen, dat je echt alle jus mee hebt. Ik heb er met een gewone lepel zeg. Hé, dat was weer een paniek voor niks, hè. Voilà. De rest gaan we straks doen, hè. Fantastisch. Zit ik alweer aan gelukkig. Hoe dat een man gelukkig kan maken, hè. Simpel, hè. Moet je er niet gaan winkelen, hè. Ik heb proeven. Klein beetje zout. Dat is mooi pikant. Onze groentjes erbij. Voilà. Soep vol een bak. Op het einde doe ik er altijd een beetje Madeira in. Je moet geen Madeira pakken van in 1864. Hè. Gewoon een lekkere Madeira. Voilà. Wat is dat eigenlijk, chef? Madeira is eigenlijk, kom van Thailand Madeira. Ik ga het verzet niet juist uitleggen. Hè. Dat is eigenlijk geoxideerde wijn. Zo wat zoeter zeker, hè? Leuk, van de Madeira saus. Hm. Hey. Kennen we van? Het een is zoeter of het ander. Het boal, Mansi, het er vier soorten. Oké. Okay. Denk ik. Als je dat niet meer echt weet, dat ik niet 100% zeker van ben, zeg ik dat gewoon. Dat is goed, hè. Hey. Is hier ook een reality-kookprogramma, hè. Dan moet je het zo uitspreken. Voilà. Bij Google is ook niet alles juist, hè. Hé. Hey. Als je daarin intikt, pijn in buik, direct naar het hospitaal, al doe het. Dus kijk, ik ook niet alles juist, hè. Dus die fietsjes we gaan die mosseltjes daarbij doen. Groentjes erin, mosseltjes erin. Voilà. Dat ruikt fantastisch. Doe mijn Madeira dan maar in op het einde, omdat dat anders heel uitgekookt is. Voilà. Wat proeft je, chef? Moet mijn mosseltjes nog openkomen, zeg. Als de mossel openkomt, is het klaar. Een stukje is voor mij. En gewoon heel simpel. De griet. Onze inktvis. Ik moet er nog wat. Die dat zegt dat wij geen lekkere inktvis hebben. Alleen moet er daarvoor niet op slaan of het wel of boos op zijn, maar heeft geen gelijk. Voilà.
Het is beslist. Voilà. Poep simpel. Dat gaat snel ook, hè, met die mosselen. Ja, heel rap. Ja. Is heel lekker. Zeker niet vettig. Groentjes. En nu gaan we daar gewoon die inktvis bij doen. En een langoustientje. Voilà. Kijk hier, hoe schoon is dat? Hé? Gewoon lekker. Je kunt dat in de winter ook klaar doen. Je kunt dat in de zomer klaar doen. Met lekkere tomatjes. Voilà. Nee. En geen patatjes erin, eet er een stutje bij. Stutje. Altijd lekker. Geniet ervan. Noordzeevissoep of bouillabaisse of jus. Je kunt er nu meer jus op doen ook. Maar het gaat lekker zijn, gaat zien. Geniet ervan, hè. Tot de volgende keer. En de mensen thuis vinden het recept op www.jan.tv. Merci, chef. Ik had nooit leren. Morgen kookt Wim Balieu snel, makkelijk en lekker. Hij zet dan een veggie-gerecht op ons weekmenu. Tot dan, tot Jan.